Gabriel, van harte welkom. Dank u wel. Ik heb hier jouw eerste single liggen. Daarvoor ben je hier. Mm-hmm. Lightning Love. Het is een hele flashy single. Ik vind het een heel toffe kaft. Ja, dat is ontworpen door mijn manager. Dus, Ja. Zeg, we kennen jou nog niet zo heel goed. Misschien dat er wel mensen zijn die jou kennen van een aantal dingen die je gedaan hebt. Maar hoe ben jij in de muziek beland? Eigenlijk in februari 2004 ben ik begonnen. En dat was eigenlijk... ik was daarvoor wielrenner. Van de... Dat is een grote overschakeling. Ja, van de generatie dus het van Tom Boonen nog. Van dus, sporter naar zanger. Ja, maar... Lottie heeft dat ook gedaan. Ik ben benieuwd hoe dat gaat zingen. Nu, op het wielrennen heb je wel veel tijd om te zingen ook, hè? Ja, zo tussendoor. Ja. Hè, als je zo 200 kilometer moet rijden, dan moet je wel eens bezighouden. En hoe ben je daar dan aan begonnen? Want je hebt een aantal wedstrijden meegedaan, dacht ik. Ja, dat was eigenlijk toen met Idol. Dat was toen de eerste keer dat Idol zou georganiseerd worden. En iedereen, ik had een zwaar ongeluk gehad, een drievoudig open beenbreuk, waardoor het wielrennen moeilijk werd. Ja. En plots was iedereen van, ja, ga zingen. Ja, ik zeg, wil dat wel doen, maar volgens mij kan ik niet zingen. En ik zal aan Idol meedoen. En als die mensen zeggen dat ik niet kan zingen, dan is dat zo. Klaar. En dan heb ik er uiteindelijk aan meegedaan. En blijkbaar vonden die wel dat ik kon zingen. Ja. Dus ze van, dan gaan we dat toch maar proberen. Dan. En ben je dan lessen gaan volgen of zo? Coaching gezocht? Ja, inderdaad. Hier in Borgerhout volg ik les bij Ginny Veld. Dat is een Nederlandse operazangeres. En ik maak nog altijd wel vorderingen, want ik zing wel poprock. Ja, ik wilde net zeggen van bij een operazangeres, maar dat is niet de stijl die maar je zingt. Maar ik vind het heel belangrijk om een klassieke opleiding te volgen, ook al zing je rock en zo, omdat je dan je stem leert plaatsen en zo. Een goede basis hebt. Ja, inderdaad. Ja. Dat klopt. En je zei net, je zingt poprock. Dit nummer ook, dat is een beetje de stijl van het nummer, hè? Ja, het is een poprock liedje, dus ik probeer altijd zo een beetje moderne poprock te maken. Of ballades. Maar met altijd een kleine knipoog naar de jaren 70 en 80 eigenlijk. Zo. Ah ja. De periode van Golden Earring en dergelijke. Dat is ook weer heel erg in, hè? Ja, inderdaad. Ja. Wat is jouw muziekgenre eigenlijk, Pieter? Maar ik ben eigenlijk benieuwd, is hem ver geraakt bij Idol? Ik ben toen een tweetal rondes ver geraakt, maar dat was ook, ik had totaal nog niks ervaring, ik was al heel blij dat ik daar al geraakt was. Mijn genre is, ik hou eigenlijk van alles, maar ik hou wel enorm van DJ-sets. Ah, ja. Dus echt muziek. Ik heb bijvoorbeeld ook al mijn tickets voor Clouseau in het Sportpaleis, daar geniet ik ook heel hard van, maar David Guetta. Als ik op vakantie ben, altijd zijn opening parties, daar ben ik altijd. Ja. En ik hou ook, ik herinner me, als ik op mijn 18 jaar alleen op de Kaai ben gaan wonen, dan was er hier nog een café-restaurant en er kwam elke donderdag een live band. Ja. En ik vind dat men dat terug zo wat meer zou live moeten muziek, doen. Ja, live muziek. Dus ik ben echt heel benieuwd wat ik hier ga horen. Ja, de wielrenner die je gaat zingen, daar ben ik benieuwd achter. Zeg, en heb je dit nummer ook zelf geschreven? Want ik las dat jij zelf schrijft. Ja, dus dit van dit liedje heb ik de tekst meegeschreven en meegewerkt aan de melodielijnen. Ja. In samenwerking met Guido Sergoris en John Mullenmeester. Dat is de persoon die mij ook gaat begeleiden. Mm-hmm. En ik probeer zelf zoveel mogelijk liedjes te schrijven. Dus ik vind dat echt belangrijk dat je jezelf kan vinden in je liedjes die je brengt ook. Want dan voelen de mensen ook echt van... Ja, daar zit iets in waar ik mezelf ook in kan vinden. Ja, dus, je gaat de single live voor ons brengen. Ik ben zeer benieuwd. Mm-hmm. We gaan ook nog even jouw website meegeven. Gabriel-scar.com. Ja, is het? Ja, dat klopt. Voilà, staat onderaan in beeld. Dus daar kunnen mensen terecht voor informatie over jou. Inderdaad. Ik wens je heel veel succes. Ik ga hem nog een keertje laten zien met de single Lightning Love. Ik stel voor dat jij gaat installeren met je begeleider. En dan gaan we er zelfs eens van genieten. Oké. Okay. Heel fijn dat je erbij was. Je zit maar klaar. People say the love come to you, 'cause when you look for it, it'll never come through. But usually you don't believe what they say, because you never said come one day. Find a girl until my head started to twirl. I
gave up hope and let the search die. And bam, it floated to the top. Her girl passed me by and suddenly I felt lightning love. I heard a thunder and the lightning from above. Lightning love. She looked at me and felt the same. Lightning love. Never did I think I'd win the soundless game. Lightning love. You came to me and told me your name. You grabbed me tight. Till my head started to twirl, I gave up hope and let the search die. And bam, it floated to the top. Every time you kiss me, I feel lightning love. I hear the thunder and the lightning from above. Lightning love. You look at me and feel. It's a sliding love.